Als je klaagt over mobieltjes, en dan vooral over mobiele telefoons in de school en in de klas, ben je al snel een oude, seurende grijsaard die het tempo van de moderne maatschappij niet meer bij kan houden. Kijk, het is niet, niet alleen dat schoolresultaten door telefoons tot 30% lager liggen op scholen. Veel leerlingen geven gek genoeg aan dat als ze iemand persoonlijk moeten spreken, zelfs een vriend, maar ook bijvoorbeeld bellen naar een bedrijf of stageplek, dat ze dat niet meer durven. Zelfs 18 jaar en ouder trillen als een rietje: Kan ik niet appen? Kan ik niet appen, meneer? Ik mail ze wel. Ik mail ze. Man, ze zijn echt in paniek of dat ze gevraagd wordt in een blootje door een winkelcentrum te lopen. Nooit meer bellen met iemand, maar ook niet meer fysiek afspreken met vriendjes hoorde ik gisteren van ouders op Radio 1. Dat is zo ver dat heel veel jongeren mijn eigen kinderen notabene ook zeggen: ja, bellen met elkaar of fysiek afspreken met elkaar, dat voelt af en toe zelfs een beetje awkward, hè? Awkward. Schoolkantines waar je vroeger oordoppen in moest hebben, anders kreeg je tinnitus van het gepraat en geschreeuw, zijn nu een soort enclaves van rust geworden waar telefoonzombies met z'n allen stilzwijgend zitten te swipen. Die telefoon gaat niet meer weg. I know. Maar of dit nou wenselijk is? Uh, die viel op als ze naar uh, sportwedstrijd rijden, bijvoorbeeld ja. 40 minuten in de auto zitten of 25, dan zitten de kinderen, de pubers, op de allemaal mobiel. op de telefoon en zijn dus niet met elkaar in gesprek. Nee. Ik ben zelf voor een officieel verbod in de scholen. Geef scholen rugsteun. Elk onderzoek wijst uit dat het beter is. Fijn dat trouwens dat ik niet de enige ben. Cabaretier Micha Wertheim ging in het zondagse radioprogramma OVT ook op de barricade. Ondanks de groeiende consensus bij deskundigen dat de schermpjes ten koste gaan van onderwijs, leerlingen depressief maken, leraren hinderen en demotiveren, lukt het scholen niet om mobiele telefoons uit het gebouw te weren. Ja, die tweede gedemotiveerde docenten is er ook wel één hoor. Steeds meer docenten geven aan het telefoongebruik helemaal zat te zijn. Meerdere leraren vertrouwden mij toe dat ze ieder uur een kwartier kwijt zijn aan het afpakken van telefoons en dat iedere les opnieuw. Vergeet niet dat het lerarentekort ook komt omdat steeds meer docenten gedesillusioneerd het onderwijs verlaten. Moeten de scholen toch zelf oplossen? Zeg je dan ja? Een schoolleider die het wel met mij eens was zei dat ik vooral niet moest verwachten dat er iets zou veranderen. De consensus is nu eenmaal dat onderwijs in Nederland vooral leuk en gezellig moet zijn. Geen verbod, het is niet leuk en gezellig. Er zijn toch ook nuttige applicaties? Ja, die zijn er. En in de toekomst zal er steeds meer gamification komen. En ik verwacht Netflix-waardige lessen op hun telefoon. Maar sociale vaardigheden, praten, contact maken, leer je daar niet mee. Micha vergeleek het met heroïne. Als televisie een aspirintje is, dat zijn, dan zijn de mobiele telefoons... die we onze kinderen geven, heroïne. Een vader vertelde mij hoe zijn puberdochter zonder problemen drie uur lang op haar kamer naar TikTok-filmpjes zit te kijken. Filmpjes die niet langer dan 15 seconden duren. Dat is nu hun aandachtspannen. 15 seconden. Laat staan dat je iets wil uitleggen dat 10 minuten duurt. Het CDA wilde een verbod, net als in Frankrijk. Maar vooral progressieve partijen zijn tegen. En daarom had MIGA deze politici een brief geschreven, waaronder de GroenLinkse burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Het meest stuitende was wel de manier waarop de burgemeester van Amsterdam haar handen van het probleem aftrok. Gelukkig leven wij niet in een stad waarin alles wat niet goed of ongezond is wordt verboden. Gelu Iets haar voorlichter optekenen. Gelukkig leven we niet in een stad waarin alles wat niet goed of ongezond is wordt verboden? Nee, mevrouw Halsema vraagt dat maar aan de drugsmafia. Het vervelende is, mevrouw Halsema, dat mobiele telefoons in de klas... helaas hetzelfde effect hebben als zeg een megabordeel plaatsen in een woonwijk. Een schrikbarend aantal docenten in de hoofdstad geven aan te denken over een andere baan. Maar laten we het vooral leuk en gezellig houden. Dat de kinderen in haar stad steeds minder leren, steeds vaker eenzaam en gedeprimeerd zijn, dat leraren hun werk niet kunnen doen of op zoek gaan naar een ander vak, het maakt allemaal niets uit, zolang we ons maar vermaken. Die ook nog. Steeds meer jongeren ervaren minder verbinding, zijn sneller gedeprimeerd, meer suïcidaal. Social media zijn helaas niet altijd zo social. Een verbod in de scholen, ik weet, gaat niet gebeuren. Van deze politici hoeven we niets te verwachten. Sterker nog, onze premier, zo bleek woensdag in het belangrijkste debat van zijn carrière, is gewoon het symbool. Nee, de mascotte van het probleem. Dus ik mis de overtuigingskracht van de minister-president, die niet geheel toevallig opnieuw op zijn telefoon zit. Altijd bij dit debat, bij andere debatten. Als die het niet wil horen, zit hij op zijn telefoon te frutten. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1 app. Download hem nu.